is het einde van de coronapandemie in zicht. Ik hoop het eerlijk gezegd wel. En waar hoop je het meest op? Dat gewoon weer alles normaal kan. Dat we gewoon weer alles kunnen gaan doen. Niet. Nee. Blijf nog even doorgaan zo. Ik denk, nou, het los is, weet ik niet. Ze letten niet op, hè. Dus, niks aan te doen. Ik denk het niet. U denkt dat het nog even doorgaat? Ja. Zo? Van de pandemie wel, denk ik. Maar er zal nog wel een hele tijd nasudderen. Maar ik denk dat we het ergste wel gehad hebben. Blijven we het jojo-beleid houden van de regering? Dat moet je mij niet vragen. Maar als ze doen zoals ze het altijd gedaan hebben, dan blijft dat zo. Doen ze het goed? Nou, er zijn wel wat dingen die wel eens anders hadden gekund, maar door de bank genomen, redelijk. En wat zou u vinden dat er anders zou kunnen? Ja, nu niet meer. Maar ze hebben te veel gejojo, denk met open, dicht, open, dicht. Ik denk dat nu gewoon open kan langzamerhand. Iedereen heeft dadelijk toch die corona gehad. Dus we kunnen ze de zaak wel open doen. Ik denk het niet. Ik denk dat we nog even met de kapjes moeten blijven lopen. Ik denk het wel, ja zeker. En wat vindt u daarvan? Als het nodig is, is het nodig. En wat merkt u zeg maar in het leven wat u graag weer had willen doen, wat u nu niet kan doen? Nou, sociale contacten. Dat gewoon weer alles normaal kan, dat we gewoon weer alles kunnen gaan doen. En de scholen normaal open kunnen en dat alles gewoon weer kan. Ja, al lang in zicht moeten zijn. Ja? Ja. Hoe lang al? Ik denk al een jaar. En waarom denkt u dat of waarom vindt u dat? Omdat ik denk gewoon aan het lijntje gehouden worden. Door wie? Door de regering. Er wordt maar naar één visie geluisterd. Er zijn zoveel virologen en er wordt maar naar één kant geluisterd. En naar welke kanten zouden er nog meer geluisterd kunnen worden? Naar de andere mensen die dus andere visies daarop nahouden. En dat het dus beter bekeken wordt. Niet naar één kant luisteren, meerdere kanten aanzien. Geen idee. Dat weet niemand, hè. Waar hoopt u op? Ja, tuurlijk. Wie niet, hè. Ik denk dat corona blijft. Maar de pandemie zal op een gegeven moment wel minder worden. Maar ik denk dat het wel blijft. En wat gaan wij daarvan merken, denkt u? Dat het wel bij mildere klachten gaat worden. En ik denk dat het daarbij... ook wel uitzonderlijke mensen zijn die wel meer klachten hebben, maar ik denk dat het uiteindelijk een soort van griep gaat worden. Dat denk ik. Nou, ik hoop het wel, maar ik ben bang dat het niet zo is. Nee, wat is uw grootste angst? Nou, dat het blijvend is. Net zoals als de griep, zou ik maar zeggen. En wat zou dat met ons als samenleving doen, denkt u, als het blijvend zal zijn? Ja, misschien wennen we eraan, ik weet het niet. Dat is te hopen in ieder geval dan. Ja, zeker wel. Ja, wat gaat u als eerste doen als alles weer echt mag? Ik denk, hè, in Vught hebben ze een soort van, waar vroeger Ouwekerk was, een zwembad. En dat is een apenkooi geworden. En dan wil ik met die kleine mannen wel eens naartoe.